Goedenavond en welkom bij de Nationale Actie Filipijnen Giro 555. Live hier vanuit Beeld en Geluid in Hilversum. Een unieke samenwerking. Want de late avondprogramma's van Nederland 1, RTL 4 en SBS6 slaan de handen ineen om de komende anderhalf uur zoveel mogelijk geld op te halen op Giro 555. Vanavond laten we u de omvang van de ramp zien die de allesverwoestende orkaan Haiyan heeft veroorzaakt en die zoveel leed op de Filipijnen heeft gebracht. Dat doen we middels gesprekken met direct betrokkenen, hulpverleners, slachtoffers en mensen die dierbaren hebben verloren. En daarnaast geven we u een overzicht van de vele acties die overal in Nederland zijn begonnen. Er zijn verder prachtige optredens en het zal een komen en gaan worden van bekende en minder bekende Nederlanders. En u bent overigens nog tot ver na middernacht meer dan welkom om hier bij Beeld en Geluid in Hilversum binnen te lopen op uw persoonlijke donatie te doneren. Kom, en wij gaan u thuis natuurlijk vragen om uw bijdrage, want dat is nodig. Dat is heel hard nodig voor de miljoenen ontheemden op de Filipijnen. U kunt bijdragen via Giro 555 of telefonisch via 0800 1112. En we hebben een meer dan uitstekend belpanel voor u klaarzitten. En u kunt ook reageren op social media via hashtag Giro 555. Alles komt binnen bij Luc en Rachid, dat zijn onze social media deskmannen. En zij praten ons tussendoor bij over al uw reacties. En onze razendreporter Herman van der Zand, die is al hier vanaf 6 uur vanmorgen. Jouw doorlopende vinger aan de pols wat betreft de tussenstand. Herman, waar sta je nu? Ja, ik sta hier vlak voor het bord waarop de tussenstand wordt getoond. Het was iets over 9:30, toen kwam de huidige tussenstand erop, 15,6 miljoen. Maar daar is inmiddels, net als de hele avond al, langzaam maar zeker wat bijgekomen. De nieuwe stand is nu 16,483270. Bijna 16,5 miljoen euro. Tot nu toe, Giro 555. En dat is werkelijk een prachtig bedrag. De optelsom van al uw giften van de afgelopen week. Plus wat er vandaag de hele dag is binnengekomen. Ja, want er is sinds vanmorgen vroeg veel gedaan hier in het Hilversumse Beeld- en Geluidgebouw. Dit is het epicentrum van deze nationale actie. Maar zeker ook overal in het land. Alles helpt. Vriendelijk bedankt en een fijne ochtend nog. Mevrouw Netelenbos, 100.000 euro. 5.000. 500. 55 euro. Voor de Filipijnen. Zit je wel goed de hele tijd? Ja, Amsterdam is daar. Ja, je bent niet zo groot, maar we moeten hier helemaal naartoe. Groningen hier, ja, hebben we daar. Den Helder is toch hier Eva? Daar. Hij is nu ter hoogte van de Urk. Zie je hem hier? Dit is een Urk, is hier natuurlijk, hè? Ik weet niet wie die heeft opgeplakt, hoor. Geef ruimhartig aan Giro 555 en laat de Filipijnen niet in de steek. Voor 320 euro. 32.000 euro. De munten vliegen ons om de oren. Hoeveel is het? 200 euro. Wat gaat u nou doen? Ik ga springen, het water in. Op die manier haal ik geld op. 502 euro. En ik hoop dat ze daar heel veel kunnen kopen. Ah, oh, dat zijn wel heel veel mooie initiatieven. En ook zo schattig als die kleintjes ook zo hard meehelpen. Ik sta hier bij de beltribune tussen onze enthousiaste callcenter jongens en meisjes van vanavond. En zij beantwoorden de telefoon als u belt naar donatienummer 0800 1112. En misschien krijgt u dan wel in één keer Sybrand Niessen aan de lijn. Want die zit hier heel druk te bellen. Gaat het goed? Ja, het gaat fantastisch. Oh, ja, nou meneer, ik moet u even onderbreken. Want Bridget Maasland, ja, we hebben weer iemand die 10 euro gewoon overmaakt. En dat is fantastisch. Want de mensen die zijn allemaal ongelooflijk gedaan met het lot van de Filipijnen. Het kan ook bijna niet anders. Hè? Als je die vreselijke beelden ziet, dan kan je niet denken, al is het maar 5 euro, 10 euro en sommigen doen zomaar in één keer 5000 euro. Het kan allemaal. Het telt alleen maar op. En we hebben vanmiddag in Tijd voor Max een fantastische veiling gehouden. Ik weet niet of je het gevolgd hebt. Volgens mij staat de teller inmiddels op zo'n 15.000 euro. Ja, het zou ook nog... Wat goed! Joepie! En dat gaat ook nog gewoon door? Ja, dat gaat door, joh. Ja. Door, joh. Dat wordt een gekhuis. En, ja, oh, en je weet het, hè. We hebben dus die ruimtereis. Die ruimtereis. Daar kan je op bieden. Ja, en dat die is echt... Maar hoeveel moet die minstens opleveren? Nou, minimaal 80.000. Oké.
Oké, er zitten nu een bedrijf te kijken die denken, ik wil echt heel graag een keertje naar de ruimte. Het kan. Gaan jullie ook mee? Dat kan weer niet. Dat kan weer niet. Alleen maar in je eentje met de piloot, hè? Oké, nou heel goed. Wie weet wordt er vanavond nog wel opgeboden. Wij gaan lekker door, want Umberto, jij zit aan een tafel volgens mij op dit moment. Ja, nog niet helemaal. Ik sta wel bij de donatieplek. En hierboven gaat het in ieder geval heel goed. Wat ik in ieder geval hier heb ingevoerd is dat mensen die een foto willen maken, dat moet ook eigenlijk bij jou, Britje, en bij alle presentatoren, moet minimaal 1 tot 5 euro gedoneerd worden. De bedrijvigheid is groot. Mensen geven in persoon, maar u mag ook gerust op de bank blijven zitten thuis. En het geld geven via Giro 555. U kunt ook bellen 0800 1112. Nou, uw bijdrage is van levensbelang, want Tyfoon Haiyan heeft een verschrikkelijk huisgehouden op de Filipijnen. De feit op een rij. People of the world, please, come to my seat. We need you. We don't have homes. Homes we need. We need shelter, food, light. Bij ons aan tafel is journalist Koert Bertelaars van de Belgische krant Het Laatste Nieuws. En hij is net terug uit het rampgebied. Hij was daar op het zwaar getroffen eiland Leyte. En Sherilyn Baas zit ook bij ons aan tafel. Zij was Miss Nederland in 2006. Veel familie van haar woont juist nog daar op dat eiland Leyte. Maar ook vicepremier Lodewijk Asscher zit aan tafel. Met hem praten we zo dadelijk over de rol die Nederland kan spelen bij de hulpverlening. Ja, Koert, ik zei al, je bent net terug. Wat heb je gezien? Wel, het was een van de, denk ik wel, de meest vreselijke ervaringen die ik heb meegemaakt. Toen wij eraan kwamen, lagen de lichamen nog overal op de straten. Mensen waren totaal ontredderd. Er was nog helemaal geen hulp, of amper hulp op gang. Er was geen stroom, geen water, helemaal niets. Mensen hadden al dagen niet meer gegeten of gedronken. Iedereen liep daar verweest en verdwaasd. Was er iets van leiding? Was er iemand die de regie nam? Iets van overheid? Ja, voor zover ik begrijp was dat de Verenigde Naties die dat wel deed. Maar uiteindelijk, en de Filipijnse overheid dan natuurlijk ook. Maar het was daar zo geweldig moeilijk om daar zicht op te krijgen. Omdat het rampgebied zo immens groot is. Dat het een beetje, aan het begin leek het een beetje, iedereen doet maar wat op. Allee, doet maar. Waren de lichamen al geborgen eigenlijk? Nee, helemaal niet, geen enkel. Allee, er waren een aantal massagraven gemaakt. We hebben eentje gezien waar denk 70 lichamen in lagen. Dus mensen in lijkzakken gestoken. En om dan naderhand verder een autopsie op te doen of eventueel een identificatie op te doen. Maar de meeste lichamen lagen nog gewoon op de straten. En dat ruik je? Ja, en dat gaat. Dat is een geur die je. Als je die kent, dan herken je die ook meteen en dat gaat ook niet meer weg. Die hebben we daar dagenlang heeft dat op ons gezeten en dat is een heel indringende geur en ja, dat is vreselijk. We zien natuurlijk de beelden van de verwoesting achter elkaar binnenkomen. Ja. We horen jouw verhaal. Wat is nu de dringendste hulp die nodig is volgens jou? Water en medicijnen vooral. Er zijn heel veel mensen die dus wat er typisch is aan een ramp als deze is op dit moment, en het is misschien cru om te zeggen, maar de zwaarst gewonde mensen die waren dood toen de eerste hulpverleners daartoe kwamen. Allee, zo is het nu eenmaal. Dus degenen die nog overleven en gewond zijn, die zijn ofwel redelijk licht gewond of te helpen nog. En de anderen hebben heel erg veel medische hulp nodig en verzorging. Want wat je nu gaat hebben, dat is vooral door de lichamen op straat. En de ontbering en het gebrek aan sanitaire voorzieningen en gebrek aan water, is dat je nu ga je de komende
dagen en weken ziektes gaan krijgen. Jij bent eigenlijk net aangekomen hier nu in Nederland. Is het nu zo dat de situatie die je nu beschrijft van een totale wanorde, geen enkele regie en lijken in de straat, nog steeds aan de gang is? Voor zover ik begrijp, we zijn nu teruggekeerd net, is dat de voorbije dagen enigszins verbeterd. Toen wij vertrokken, ik ben met mijn fotograaf Joost met het Belgische BFAST team afgereisd en dat is een groep van artsen, verplegers en noem maar op, die daar hebben geprobeerd om een veldhospitaal op te zetten en een waterzuiveringsinstallatie. En toen wij daar waren, was er nog niets. En moesten die dat allemaal nog doen. En op dit moment is heel erg veel al in gang gestoken. En ik merk ook uit de berichten die ik nog krijg van onze Belgische hulpverleners ter plekke, dat de echte gewonden verzorgd worden en de eerste mensen echt geholpen kunnen worden. Dus er is wel verbetering, eigenlijk op korte tijd. En dat heeft denk ik ook niet alleen te maken met de hulpverlening, maar ook heel veel met de mensen zelf, met de Filipijnen. Dat is mij heel hard opgevallen. Mijn fotograaf dan, Joost, heeft beelden gemaakt van lachende Filipijnen op een puinhoop. Maar als we voorbij kwamen, dan lachten ze. Dan was er iets van, we hebben het overleefd en we gaan er nu wel voor en we gaan dat wel. En ik denk dat dankzij dat vooral is en de hulp die er komt, dat het toch wel redelijk snel nu op gang gaat komen. Sherilyn Baas, jouw familie woont daar. Ja. Jouw familie heeft het overleefd. Je hebt ze gesproken. Wat vertellen zij? Nou ja, voorop staat dat zij mij meteen vertellen, maak je geen zorgen om ons. Zij wonen ongeveer 3 uur rijden van de zwaarst getroffen stad Tacloban vandaan. Maar natuurlijk maak ik me wel zorgen. De situatie verergert daar ook. Voedselprijzen schieten omhoog. Een zak rijst is niet meer te betalen door de schaarste. Ook benzine is volgens mij inmiddels al verzesvoudigd. En daarnaast, ja, sommige mensen zijn ook echt, vrouwen vooral, ook een beetje bang voor hun veiligheid. Ze proberen bij elkaar in de huizen te slapen, zodat er ook genoeg mannen aanwezig zijn. Omdat je niet weet of er eventueel nog geplunderd zal worden met de tijd. Ook omdat er zijn verhalen van gevangenissen die natuurlijk opengebroken zijn. En gevangenen die nog rondlopen. Dus de situatie wordt wel bezorgelijk, ja. Je bent erg blij met deze actie, denk ik. Ik ben ontzettend blij met deze actie. Dit is voor mij persoonlijk en voor mijn familie zo. En voor alle Filipino's betekent zoveel dat een land als Nederland de handen ineens sluit. Heel de bevolking. Het is echt hartverwarmend om te zien hoe iedereen zijn initiatief neemt om de Filipijnen te helpen. Omdat Nederland het noodlot van deze mensen aantrekt. En daar ben ik erg dankbaar voor. Laten we proberen of we contact kunnen krijgen met onze correspondent ter plekke, NOS-correspondent Michel Maas. Hij staat in Tacloban, dat is met een tijdverschil van 7 uur. Dat betekent dat het bij jou nu in de dinsdagochtend een uur of even na 6 is, denk ik, Michel. Goedemorgen bij jou. Klopt dat? Ja, hè? Hoe is het daar? Goedemorgen, het is bijna 6 uur. Nou ja, zoals je ziet, het wordt nu net licht. En dat is voor de mensen hier altijd een opluchting, want de hele nacht is het ontzettend donker geweest, omdat er geen stroom is. Verder, ja, wat mijn Belgische collega zei, er is van alles gaande. Je merkt dat de afgelopen 2 dagen die hulpverlening in een soort stroomversnelling is gekomen. Je ziet veel meer vrachtwagens met hulpgoederen, je ziet veel meer helikopters heen en weer vliegen. Het lijkt erop alsof het nu echt gaat beginnen. Ik heb ook een tentenkamp gezien van de UNHCR. Dat was er 3 dagen geleden nog niet. En wat betreft de lijken, die zijn inderdaad op dit moment opgeruimd. Ik heb 7 dagen lang een lichaam van een vrouw zien liggen op een bushokje. Die lag daar in een deken gewikkeld. En niemand deed er wat aan. En pas eergisteren hebben ze haar in een lijkzak gestopt. En gisteren is dat lichaam pas opgehaald. Dus die heeft daar bijna 10 dagen gelegen. En dat geldt voor een hele hoop anderen ook. Die lagen daar langs de straat, lagen die in rijtjes opgesteld en die zijn pas net opgehaald. En dat is voor heel veel mensen hier een enorme opluchting, want ja, het is toch een heel deprimerend gezicht als je die lijken daar maar langs de straat ziet liggen. Als je de mensen spreekt, waar hebben ze dan op dit moment het meeste behoefte aan? Nou, op dit moment hebben ze allemaal behoefte aan drinkwater. Er is een enorme nood aan voedsel.
Maar vooral ook bouwmaterialen. Want iedereen wil zijn huisje toch wel weer opbouwen. Wil het opknappen voor zover het nog staat. Ze willen er een dak op maken. Ze willen in ieder geval weer een plekje hebben waar ze droog zitten. En waar ze een nieuw leven kunnen beginnen. En dat hoeft niet veel te zijn. Maar zelfs een klein beetje hebben ze niet. Ze hebben geen geld, geen bouwmaterialen. En ook niet de energie om dat allemaal te gaan doen. Dus eigenlijk hebben ze behoefte aan alles. Dankjewel, Michel. We gaan hier nu kijken naar een reportage die je eerder hebt gemaakt. Een vrachtschip van de Filipijnse marine vult zich langzaam met mensen. 2500 vluchtelingen gaan aan boord. Weg uit de hel. Weg van de verwoesting, de honger en de angst. Het schip is hun eerste kans en die grijpen ze met beide handen. Om 11:45 gaat de laadklep dicht. Wie dan naar buiten staat, heeft pech. Wanhopig probeert deze vrouw de commandant om te praten. Uiteindelijk heeft de commandant medelijden. Haar gezin kan alsnog het schip op, via een luik in de zijkant. I fall in the tears. I pity my countrymen. Ja, Lodewijk Asscher is hier vicepremier en in die functie. Het is natuurlijk heel mooi dat vandaag veel wordt opgehaald. En aan het eind van de avond weten we hoeveel bij elkaar. En het is een fantastische sfeer van mensen die willen helpen. En toch lees je hier en daar op internet reactie. Ja, noodhulp geven, is dat eigenlijk niet meer een taak van de regering in plaats van individuen? Ja, die vraag die begrijp ik. Nederland is ook heel snel in beweging gekomen. Er is een team van mensen die zich bij ons bezighoudt met noodhulp over de hele wereld. En toen die storm was geweest en daar het begin begon te ontstaan van wat daar gebeurde, heeft Nederland contact opgenomen met de Verenigde Naties en ook hulp aangeboden. In eerste instantie 2 miljoen euro. En vervolgens is ook vorige week een transportvliegtuig met hulpgoederen naar de Filipijnen gegaan. Ongelooflijk ingewikkeld, wat u ook vertelt, om hulp ter plekke te krijgen. Je moet eigenlijk door een soort flessenhals heen om heel veel mensen die dat nodig hebben te kunnen bereiken. Maar toch die vraag, waarom de individuele burger aangesproken? Nou ja, omdat natuurlijk iedereen die dit ziet zich realiseert hoe kwetsbaar je bent als mens. En zou hopen dat als het ons zou overkomen, dat ook hulp kwam. En met de enorme, ongelooflijke hoeveelheid mensen die nu geld doneren, kan natuurlijk heel veel hulp geboden worden. Niet alleen nu, onmiddellijk, maar ook in de maanden die komen. En dat is toch, ik denk dat het ook heel veel betekent. Als er wereldwijd mensen laten zien, en ook heel veel Nederlanders laten zien, dat het ze wat uitmaakt. En dat mensen naar hun, ja, vaak uit een hele smalle beurs geld halen om hier aan te geven. Ja, ik denk dat dat ongelooflijk belangrijk is, ook voor de mensen daar. En het werd net gezegd, er is behoefte aan alles. Drinkwater, medicijnen, tenten, waterzuivering. En dat moet wel daar nu zo snel mogelijk terechtkomen. Gelukkig lijkt het nu enigszins op gang te komen. Maar ik vind het fantastisch dat mensen bijdragen, als privépersoon. Ik denk dat bijna iedereen dat ook wel wil doen. En daarnaast speelt de regering via de Verenigde Naties een rol. Later komt Lilian Ploemen geloof ik nog even in de uitzending, die ook dan zou aangeven dat we proberen toch nog weer wat meer te doen. En zo doet iedereen wat hij kan. Laten we u dan nog even als privépersoon aanspreken. Wat heeft u, als u al die beelden en al die talrijke verhalen van de afgelopen dagen heeft langs zien komen, wat heeft u zelf het meest geraakt? Nou, eigenlijk de verbijstering dat het in één klap alles weg is. Mensen hebben tegenslag, er kan iets misgaan in hun leven. Maar zo'n ongelooflijk geweld, met name die stortvloed die daar dan overheen komt en niets achterlaat. Ja, je gaat je onmiddellijk verplaatsen in de mensen die daar wonen en die van de een op de andere dag niets meer hebben. Ja, ik vind dat zeer, zeer indrukwekkend. En dan nog één andere kwestie. Het is een beetje wrang misschien om over Nederlanders te praten als er zo ontzettend veel Filipijnse slachtoffers zijn. Maar toch, er is nog een groep Nederlanders vermist. Is daar al iets meer over bekend? Ja, het gaat ongeveer om 10 mensen. 8 mensen die daar wonen en 2 toeristen. En de ambassade doet natuurlijk alles aan om mensen te bereiken. Maar het werd al gezegd, er is geen stroom. Mensen kunnen hun telefoon niet opladen in het gebied. Er komen soms weer mensen bij waarbij toch contact is geweest. En dan gaan weer mensen af. Ja, het is totale chaos in het gebied. En er is zo ontzettend veel menselijk leed. Dat het heel moeilijk is om daar die Nederlanders of de mensen van Nederlandse afkomst uit te halen. Ze zijn daar op de ambassade wel permanent mee bezig. En Nederland is natuurlijk ook bezig om te proberen te helpen die hulp daar te krijgen. Bedankt allemaal voorlopig en we gaan naar Bridget.
Ja, en ik zit hier weer in het callcenter bij Vivian Reis. Gaat het goed hier? Het gaat hier heel goed. Het gaat achter elkaar, hè? Non-stop, ja. Goeie verhalen? Ja, heel veel bijstand, mensen. Dat vind ik echt wel heel bijzonder. Ze willen echt hun laatste euro's geven aan Giro 555. Ja, ik hoorde ook een binnenkomen. Neem hem snel op, want we laten niet verloren gaan vanavond. En wij van Show Laat willen natuurlijk ook heel graag een steentje bijdragen. En hebben gekozen voor iets waar we echt heel erg goed in zijn. Namelijk in de kroeg hangen. En om het aangename met het nuttige te verenigen, hebben we midden in het centrum van Amsterdam het Showcafé geopend. Kijk eens, wat een gezelligheid. Het was lastig voor de rolverdeling van vanavond, maar Bo, jij staat daar, hè? Ja, Bridget, het is misschien een beetje een wilde overgang hier, twee bier. Maar we staan hier in het Showcafé Bar Paul in de regio Dwarsstraat in Amsterdam. Het is ontzettend gezellig. Jim, wie iets zachter? En we zijn hier alle kleine beetjes helpen, dus we zijn elk biertje voor 2,50 meer aan het verkopen. We verkopen handtekeningen voor 2 euro. Mensen kunnen op de foto met BN'ers. Ze staan hier allemaal, Cynthia, Justin, en we hebben allemaal gezichten van shownieuws hebben meegenomen. Het is een enorm spektakel. Als u nog zin heeft, het is misschien een beetje gek in zo'n uitzending, maar wij doen het voor het goede doel. Als u nog zin heeft, kom er even naartoe, naar het Showcafé Bar Paul in de Reguliers Dwars. We hebben één groot nieuwtje, dat ga ik zo meteen bekendmaken, want we hebben namelijk behoorlijk wat geld opgehaald met de veiling. Hier gaat het ook goed. Hey Janice, deze kant op. Gaat die top. Het is die druk, man. Kijk nou. Allemaal voor het goede doel. Terug naar jou, Bridget. Feest, wat een feest. Als we nou niet al te laat klaar zijn, denk ik dat wij vanavond allemaal nog eventjes een afzakketje komen halen. En dat we gewoon graag nog even iets extra's betalen voor ons drankje. Umberto, jij staat naast Amira. Ja, want het is het eerste optreden van de avond. Een zeer bijzonder optreden, om meerdere redenen. Ten eerste is het een absolute wereldsensatie, nu al, 9 jaar oud. Bijna 16 miljoen keer is haar optreden bekeken bij Holland's Got Talent op YouTube. En ze heeft een hele prachtige stem, dat hoort u zo. Ik heb het over Amira, de jongste operazangeres, mag je wel zeggen, van Nederland. Al ben je nog niet volleerd, maar het klinkt wel zo natuurlijk. Nou ben je al vaak op tv geweest natuurlijk, maar waarom ben je dan speciaal hier deze avond voor de Filipijnen? Kan je dat uitleggen, Amira? Nou, ik vind het heel naar wat er is gebeurd bij de Filipijnen. En er zijn ook heel veel kinderen die zijn doodgegaan. En ze hebben niet echt veel medicijnen en zo om te betalen. Dus ik vind het heel goed om hier te staan. Nou, moet je eigenlijk morgen naar school natuurlijk. Heb je nou speciaal vrijgekregen voor deze avond? Nou, morgen heb ik vrij. Ik heb vandaag wel gewoon gewerkt. Maar ik heb dus werk naar huis genomen. En dan kan ik thuis een beetje. Ja. En je bedoelt met gewerkt gewoon wiskunde of rekenen? Of bedoel je gewerkt aan het nummer wat je gaat zingen? Rekenen. Nou, dan ga je nu zingen. Je gaat O Mio Bambino Caro zingen van Puccini. Ja. Geef haar een applaus. Amira. Even voor de duidelijkheid, vroeger bij de Soundmix Show van Henny Huisman, die ken je niet, is voor jouw tijd. Maar Henny Huisman had vroeger een programma waarbij je live gezongen. Het lijkt alsof het bijna playback is, maar Amira zingt dit live. Dankjewel, heel mooi gezongen. Ik hoop dat het heel wat tweets zal opleveren. En voor de social media hebben we vanavond twee mannen
die ons op de hoogte houden van alle opvallende zaken die getwitterd of ook gefacebookt worden. Rachid en Luc, praat ons bij. Zeker. En wij hebben natuurlijk meteen even gekeken naar wat de reacties zijn op Amira. En die zijn uiteraard alleen maar positief. Yvonne die zegt, blijft geweldig hoe Amira zingt. Beautiful. Kippenvel. En Saskia van der Graaf die zegt, woehoe, Amira. Zijn twee van de zoveel tweets met de hashtag Giro555. Dit is het aantal tweets dat er was sinds de dag begon, sinds middernacht. Nou, kijkt u maar. 16.500 tweets en het aantal neemt nog in rap aantal toe. Dus dat is heel goed. Ook @Giro555, het account van de samenwerkende hulporganisaties. Die twitterde zoveel dat ze op een gegeven moment niet meer konden twitteren. Als je teveel twittert in een uur, dan wordt je account geblokkeerd. En dus moesten ze contact zoeken met de directeur van Twitter in Nederland. Die zei, ik zoek al naar de sleutel. Ik zoek al naar een oplossing om jullie uit de Twitter-gevangenis te halen. Zoals ze dat dan noemen. En uiteindelijk zaten ze dan niet meer in die Twitter-gevangenis. Ja, er zijn ook dus mensen die doneren. En dat is goed. Blijf dat ook vooral doen. Er zijn ook mensen die wel doneren. Alleen dan gaat wel eens een keertje iets fout. Laura zegt bijvoorbeeld, oeps, iemand heeft per ongeluk 35.000 euro geboden. Dat is inderdaad zo. Op deze sterrenlunch voor twee personen is denk ik een foutje. Ze bedoelde waarschijnlijk of 35 of 350. Kan vast nog worden opgelost. Er zijn ook kinderen die meedoen. Die willen ook graag iets doneren. Dit meisje wil bijvoorbeeld haar My Little Ponies gaan doneren. Bied daar vooral op. Samuel heeft al zijn snoep wat hij met Sint Maarten heeft verdiend gedoneerd aan Giro 555, dankjewel Samuel. En er zijn ook heel veel flessenacties. Deze bijvoorbeeld uit Boer Haar heeft 850 euro opgeleverd. Veilingen waren er ook. Jan Smit die zijn trouwpak aanbood. En zijn vriend uit Volendam, Jan Dulles, die denkt, mijn vrouw vindt dat blijkbaar ook wel een spannend trouwpak. Dus wie weet wat daar allemaal nog gebeurt. En een hoop schaatspakken zijn er te krijgen. Bijvoorbeeld van Sven Kramer of van Irene Wust, wat u wil. En mijn collega Ferry Mingelen die geeft een masterclass. Het stond alleen op 40 euro. Slecht voor zijn zelfvertrouwen, kan ik me goed voorstellen. Gelukkig ging het de goede kant op. 1000 euro betaalt u nu, of meer dus, als u een masterclass wil van Ferry Mingelen. En natuurlijk kunt u blijven doneren aan Giro 555 of bel met 0800 1112. Nou, dat moet u zeker blijven doen. En als je nou het gevoel hebt, er wordt niet zo lekker geboden op hetgene wat ik probeer te veilen, kan je het altijd zelf nog doen, hè? Want wij moeten ook gewoon doneren. Dus kan je net zo goed je eigen veiling terugverdienen op die manier. Ons callcenter gaat echt als een speer. Mensen hier hebben waarschijnlijk nog nooit zo hard gewerkt in hun leven, de BN'ers die er zitten. Nee, ik denk dat Thijs van der Brink inderdaad nog nooit zo hard gewerkt heeft. Thijs, jij zit hier. Heb je al veel mensen aan de telefoon gehad eigenlijk? Ja, het gaat in één stuk door. En wat is de vinden ze het overigens fijn dat ze Thijs van der Brink spreken? Sommige mensen wel, niet allemaal, maar dat zeggen ze dan niet bij. Wat is tot nu toe het aardigste gesprek dat je hebt gevoerd? Twee dingen. Eén mevrouw maakte 102,43 euro over. Toen zei ik 102,43 euro. Toen zei ze dat is precies het bedrag dat ik dit jaar bezuinig met de energierekening. Door naar een goedkopere energierekening over te stappen. En één mevrouw die was haar banknummer kwijt. En toen zei ze, maar dat komt, mijn man is een week geleden overleden. Dus ik ben een beetje in de war. Dat vond ik ook wel heel ontroerend bijna. Ja, maar wat heb je daarmee gedaan met die wetenschap? Heb je haar gezegd van belt u dan over een paar dagen maar eens terug? Nee, ze zei ik ga dat rekeningnummer opzoeken. Dat had ze binnen 10 seconden gevonden. Ik kijk nog even verder, want ik zie daar bijvoorbeeld Karin Bloemen. Tenminste, ik zie een heleboel wit haar en ik denk dat dat toch de achterkant is van Karin Bloemen die daar zit. Die overigens zo diep in gesprek is dat ze mij nauwelijks hoort. Karin? 2, 4, 1. Oh, ik ben opeens in beeld. Dag Jeroen. Dag Karin, hoe gaat het daar? Ik heb een hele lieve mevrouw aan de telefoon en die wil heel graag doneren. Mevrouw Blankers uit Eindhoven. Ik denk dat mevrouw Blankers al even 30 seconden wil wachten aan de telefoon. Vertel eens, hoe gaat het in zijn algemeenheid? Ja, dat wil ze. Ze wil wachten. Vertel eens, Karin, wat zijn de reacties als mensen jou aan de telefoon krijgen? Ik probeer het ook een beetje te noteren, want dat vindt ze zo leuk. Dus mevrouw Blankert uit Almelo die gaf 50 euro. En meneer De Vries uit Dordrecht gaf 100 euro. En Dennis Nelemans uit Amsterdam gaf 25 euro. Het zijn allemaal kleine bedragen, maar zo lief en zo hartelijk. En iedereen is bloedserieus en geeft meteen zijn adres en zijn telefoonnummer. Dus ik schrijf alles voor mezelf ook op. Dat... Nee hoor. Het is heel goed en heel gemeend en allemaal uit een goed hart. Goed, nou, u begrijpt het. U kunt blijven bellen op 0800 1112. En Thijs en Karin en al die andere mensen staan u met heel veel liefde en plezier te woord. Ja, in heel het land barst het natuurlijk ook van de initiatieven. En Hart van Nederland collega Gellien van Vessem, die staat op dit moment in Grondsveld in Limburg. Als het goed is, heb jij zojuist een heerlijk Filipijns drie gangen diner achter de kiezen. Om geld in te zamelen uiteraard. Ja. Heeft een beetje gesmaakt.
Het was heerlijk, Bridget. Het is een beetje fusion, het is een beetje Filipijns, het is een beetje Hollands. En inderdaad, in het diepste puntje van Limburg hier in Gronsen ben ik hier in Cuisinier. Prachtig restaurant, gerund door Ron en zijn vrouw Remé. En hun vrienden zijn in de problemen gekomen, zwaar in de problemen in de Filipijnen. En dus besloten zij een benefietavond te organiseren. Iedereen eet hier voor 20 euro per persoon. Het eten is allemaal gratis geleverd door de leveranciers. En zij hadden vandaag bijna 200 monden te voeden. Dus dat had nogal wat voet in de aarde, die voorbereiding. Eigenlijk toen we het bericht kregen wat met de familie van Huber en Beck is gebeurd. Dat, dat is er wel ingehakt. En bij mijn vrouw was dat wel, die zat daar heel erg mee. Zo van, wat moeten we nou gaan doen? Weet je, de mensen hebben al zo weinig en nou wordt eigenlijk, alles afgepakt. Mijn man is kok, dus ja, ik werk in de bediening. Of, dit is onze zaak, zeg maar. Dus ik zeg, benefiet de avond, waarom niet? Personeel, die zijn hier allemaal vrijwillig. Ik heb zelfs nog een leerling die hier al niet meer werkt, die is toch komen helpen. Dus die zijn allemaal vrijwillig aanwezig en zetten zich in ook voor het goede doel. Vanmorgen alleen, ik kreeg meteen tranen. Ik zag een jongetje, die had zijn spaarpot opengemaakt en bij de Giro VVV gedaan. En dat was dat is gewoon, heel leuk, ja, hartverscheurend. Dus eigenlijk, Nederland is zo geweldig. Wij helpen elkaar. Ja, wat hun goede vrienden Huub en Rebecca. Rebecca is de Filipijnse vrouw van Huub. Zijn inderdaad zwaar getroffen. De moeder van Rebecca kwam te overlijden door de tyfoon op de Filipijnen. En haar broer raakte zwaar gewond. Hij is inmiddels terug in Manila en is buiten levensgevaar. Vandaar deze benefietavond. Want zij voelden natuurlijk zwaar met hun mee. Want Huub is een van hun goede vrienden en wij spraken Huub vandaag. Dit is mijn vrouw, Rebecca. Rebecca van Kan Tayag. Ja. Die is op dit moment dus in Manila om haar familie zo goed en zo kwaad het kan te helpen. Zondagmiddag, 3 uur, toen ging hier de telefoon. En de jongste zus van mijn vrouw Rebecca was aan de telefoon en die vertelde dat haar moeder overleden is. Dat die verdronken is in haar eigen huis. Ze is vast komen te zitten met een arm tussen de deur. Die deur werd dichtgeduwd door het water, daar is ze vast komen te zitten. En toen is een bloedgolf gekomen en is ze verdronken. Dus dat was heel triest. En de familie dus, haar kinderen en kleinkinderen die in dat huis ook waren aan schuilen en probeerden op het dak te kruipen, die hebben dat gewoon allemaal zien gebeuren. Dus dat is zeer traumatisch. Maar wij realiseren ons ontzettend goed dat al die honderdduizenden anderen, die hebben ook heel veel hulp nodig. En daarvoor is de actie 555 en die is echt ontzettend hard nodig. Je zegt het inderdaad zelf, het Giro 555, alle donaties zijn echt meer dan welkom, hè? Ja, het land is zwaar getroffen, het zijn arme mensen en ja, ze hebben echt helemaal niks meer. Eigenlijk nog geen kleren meer om aan te trekken. Dus, dit moet ook hartverwarmend voor jou zijn wat hier gebeurt, met jouw directe familie natuurlijk. Dit is fantastisch en ik denk dat mijn familie ook zeer dankbaar is voor iedereen die hier zit. Maar nogmaals, mensen, geef alsjeblieft aan Giro 555, want alle mensen in de Filipijnen hebben ontzettend hard hulp nodig. Nou, we hebben heel goed nieuws voor jou, want lieve mensen, dit gaat u allemaal aan. Hier is vanavond, met die 200 couverts en nog een heleboel mensen die allemaal nog eens geld kwamen brengen, meer dan 7000 euro opgehaald. Gefeliciteerd. Dat is fantastisch. Fantastisch. Dat is ongelooflijk. Echt ongelooflijk. Goed gedaan, Limburg. Top gedaan. Fantastisch. Blij? Heel blij. Ja. Dankjewel. Terug naar Hilversum. Ja, dankjewel, Gally. En een prachtige actie en nog heel veel plezier daar. Ja, het is een komen en gaan van mensen hier in het gebouw van Beeld en Geluid in Hilversum. En ook u bent van harte welkom, maar wel met een donatie. En blijft u vooral bellen naar 0800 1112 en geef op Giro 555. Want uw hulp is heel hard nodig. Miljoenen Filipijnen zijn slachtoffer geworden van de verwoestende orkaan Haiyan. De mensen in het rampgebied hebben dringend behoefte aan drinkwater, voedsel, onderdak en medicijnen. Help de slachtoffers van de ramp op de Filipijnen. Geef Giro 555. Ja, met een aantal persoonlijk betrokkenen praten we hier aan tafel verder.
Wie zit hier bijvoorbeeld? Hier zit de wereldberoemde DJ Ferry Korsten met zijn Filipijnse vrouw Lia. Alona van Rosmaal en Alexandra Onia, die hebben beide veel familie op Leyte. Ja, en Cécile Carrion, we kennen haar natuurlijk vooral als de actrice in de rol van Tipiwan uit Gooise Vrouwen. Ze komt uit de Filipijnen en ze is ambassadrice van Save the Children. Ze beginnen meteen met Ferry en met Lia. Ferry, je bent als DJ, ja, dat is je vak, dat is je werk. Je hebt ook je werk ingezet om geld op te halen. Wat ga je woensdag precies doen? Woensdag in Panama, hier in Amsterdam, gaan wij een benefietconcert doen. Als ik zeg wij, dan is het eigenlijk een hele lijst aan DJ's. Dan heb je het over Marco V en Sandro Silva, Quintino, Sigveril, Jacob van Hagen. De namen van nu? De namen van nu, jongens die eigenlijk na onze eerste oproep eigenlijk aan vrienden van ons, zeg maar, gehoor gaven om te zeggen van hey, we doen mee. Gaan we dus een benefietconcert doen van 8 tot 12. Je betrokkenheid is duidelijk, want je vrouw is Filipijns, ja, Lia. Heb je familieleden daar? Ja, ik eigenlijk mijn hele familie is in de Filipijnen. Ik ben de enige enige die hier woont, zeg maar, vanaf mijn kant. Heb je zorgen gemaakt? Ja, tuurlijk. Maar uiteindelijk hoorde ik natuurlijk de Manila heeft een tyfoon signal number 2. Dus op zich was het veel, veel mee. Maar uiteindelijk kwam het toch later pas dat toch mensen waar wij samen wonen hebben toch hun family, hun huizen allemaal verloren. En het duurde zeg maar bijna 10 dagen tot ze hoorden dat alles oké was met de oma van een van iemand die woont bij ons, zeg maar. Dus het was wel een beetje pittig. Ook aan tafel zit Alona van Rosmalen. En Alona, ik ken jou niet, maar ik heb je wel leren kennen. Want jij zat bij Umberto aan tafel vorige week. Of iets langer geleden dan vorige week. En toen barstte je in tranen uit. Zo raakte jou alles wat daar gebeurde op de Filipijnen. Hoe gaat het nu met je? Een broek in mijn keel. Ik heb mijn ups en downs. Ik ben eigenlijk afgelopen week met de adrenaline al helemaal aan de slag gegaan om ook dingen te regelen. Mijn tante en mijn moeder zijn in contact met de familie daar. En ik probeer hierbij te springen waar ik kan helpen. En ja, ik hel tranen van zowel verdriet, maar ook van vreugde. Omdat ik dan zie wat er allemaal gedaan wordt. En dat heel Nederland helpt. Dat ik sta erbij stil en dan denk van ja, zijn die eens jullie familie? Mm-hmm. Nou, wat ik wel bijzonder vond toen toen zei je letterlijk, ik wil de ramp een menselijk gezicht geven. Dat is ook de reden waarom ik mijn verhaal vertel, dat je nichtje kwijt was, gelukkig gevonden. Had je dit menselijk gezicht verwacht wat je nu ziet? Nee. Ik denk, maandag ging zo snel voorbij en pas achteraf besef ik de impact die ik eigenlijk echt heb gehad. Ik had echt niet verwacht dat ik zoveel mensen zou aanspreken. En dan toen pas besef ik inderdaad van ik heb blijkbaar iets in beweging gebracht. En van daaruit ben ik eigenlijk echt helemaal in actie gekomen met wat ik eigenlijk kan doen. En ja, weer hier zijn, dat had ik niet verwacht, maar wel gebeurd. En ik hoop, ja. Alexander Onia zit naast je. Wat is uw contact met de Filipijnen op dit moment? Nou ja, de contact eigenlijk bar slecht. Weinig. Mijn oom en tante zit nog steeds in Leyte. Daaruit hebben we tot heden nog steeds geen contact. Dus mijn oom en tante die hier al 33, 34, 35 jaar hebben gewoond. En op vakantie daar heel lang gebleven. En op een gegeven moment komt dit. Ja, het is verschrikkelijk. En wat je dan ook ziet op ABS-CBN, dat is dus een lokale zender in de Filipijnen. Wat je dan hoort, denk je, oh god, zou dat maar niet gebeuren daar met mijn oom en tante. Wat bedoelt u dan, zou dat maar niet gebeuren? Want we hebben de ramp, dat is de tyfoon zelf. Klopt. Maar daar is het niet mee gestopt, hè? Nee, klopt. Want waar we nu mee te maken hebben, is dus de wet van de jungle. Ja, het is de sterkste overwint en er zijn al, er waren al plunderingen. Er waren al diverse gekke toestanden, wat gewoon onmenselijk is. Ten eerste, ondernemers die dus met hun geweer, met een pistool voor hun winkel staan en hun eigen onderneming verdedigen. De autoriteiten is nog steeds bezig om alles in orde te brengen. Het gaat allemaal niet zo snel, maar weet je, met zo'n actie hier in Nederland, de goederen van alles. Toen ik hoorde op een gegeven moment dat er een inzamelingsactie zou komen, meteen op Facebook, meteen gestuurd van
Ik wil bij deze iedereen bedanken dat jullie dit voor de Filipijnen doen. En ja, en blijven steunen. Want wat het is 18 november, Nederland een nationale actie. Maar daar stopt het niet bij. We moeten doorgaan. We moeten, wederopbouw, dat duurt ook maanden, jaren misschien zelfs. En nu kunnen we goederen sturen. Maar we moeten blijven steunen. Het is niet alleen 18 november. Ja, de schade die werd ingeschat na de eerste dag was tussen de 13 en 15 miljard dollar aan schade. En die zegt, er is een ramp na de ramp. Ik zag eerder vandaag, collega's van Eén Vandaag zeiden, van, goh, het lijkt erop dat het iets rustiger wordt. Is dat ook jullie informatie uit de Filipijnen, dat het wat rustiger wordt? Nee, Alona? Rustig. Ik denk, het zit van binnen, hè? De angst, of je nou wel wat aan wordt gedaan of niet, althans hun. Ik bedoel, uit voorzorg gaan al mijn nichten, die slapen in één woning van ons, omringd met een hek als bescherming. Want we weten niet wat onze kant of wat hun kant op komt. En dat is denk ik de grootste angst, want het probleem verschuift zich nu naar een andere kant, waarvan ik eerst dacht, oh, we staan er ver vanaf. Gelukkig dat wij niet geraakt zijn. Dan nu, weet je wel, wij zijn het 20ste dorp van de weg die pas tegenkomt. De eerste 19 worden eerst geholpen. En wanneer gaan ze ons bereiken, zeg maar? Ik bedoel, ik wil heel graag eten en kaarsen en goederen sturen naar mijn familie. Maar wie zegt dat het ooit daar gaat aankomen? Misschien wordt het al onderschept bij het derde dorp waar het wagen langs rijdt, zeg maar. Dus ja. Dat... Sistine, jij zit hier ook aan tafel. Wat is jouw betrokkenheid? Ik heb zelf nog ook heel veel familie daar zitten, maar de meeste zitten in Manila, dus ze zijn gelukkig allemaal veilig. Er zit ook nog wel familie op Cebu en die hebben de storm wel meegemaakt, maar in een zeker verminderde mate. Mijn verbondenheid is dat ik daar vandaan kom en dat ik op Facebook en alle social media natuurlijk alles kan volgen en heel veel persoonlijke verhalen van al die mensen kan meemaken. En het raakt me enorm. Maar tegelijkertijd gaat je verbondenheid ook verder, ook in de muziek. Net als Ferdy Korst eigenlijk, muziek. Je gaat straks een nummer uitvoeren, een bekend Filipijns nummer van Ferdy Aguilar, Anak. Laten we eerst gaan kijken naar het origineel. Lungisilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulang mo, at ang kamay nila ang iyong ilaw. Ja, wat ga jij hier doen met dit nummer doen eigenlijk? Ik mag straks met het Metropool, of gedeelte van het Metropool, dit nummer gaan zingen. Kun jij ons een beetje vertellen waar dit over gaat? De titel is Anak en Anak betekent kind. Maar waar het lied in het kort over gaat, is eigenlijk de liefde van de ouders naar het kind toe. Dat onbegrensbaar is. En wat er ook gebeurt in het leven van een kind, dat de ouders altijd achter diegene zullen staan. Ja, ik zag ook Lia, zag ik jou reageren op het nummer. Is het een nummer dat emotioneert, maar dat een... Dit is het lied in op de Filipijnen. Ja, het is een van die populairste liedjes eigenlijk. En toen ik naar Nederland kwam, dat hoorde ik pas op mijn schoonvader. Ja, ik ken een Filipijnen, Freddy Aguilar. Oké, dat is fijn. Ja. Maar het is ook voor mij, dat was eigenlijk voor mij... Wij waren beeld aan het kijken toen het allemaal gebeurde. En er was één beeld dat ik zag, dat een jongetje was gewoon een muur, een betonnen muur aan het slaan. En hij was aan het huilen vanwege dat zijn moeder... was een van die dood tijdens dat tyfoon, maar die kon haar niet uithalen, want die lag onder een palmboom. En dat heeft mij, wij hebben een kind en dat heeft ons zo diep geraakt. Mm-hmm. En toen hebben wij pas besloten, we moeten iets doen. Mm-hmm. En dan hoor je kanaag en denk ik, past echt. Ja. Geldt dat voor jou ook, Ferry, dat je denkt van ik zou wel een mix moeten maken van een hak? Een mix, ja, het is natuurlijk zo'n gevoelig nummer. Het heeft ergens iets zo delicaats dat als je dat aanraakt, dat je een wat voor mix met een metropool, dan werkt dat. Maar niet in jouw dance. Ga je daar een beat onder zetten, dan versnippert dat natuurlijk. Dus daar blijf ik vanaf. Ja. Ja. Hebben jullie enig vertrouwen dat het gezag, op welke manier dan ook, want het gezag herstellen op al deze plekken waar het nu ook over gaat, de wet van de jungle, dat kun je nauwelijks doen met het sturen van hulpgoederen. Hoe moet je dat voor elkaar krijgen? Nou, kijk, het is, we moeten dat sowieso blijven doen. Het is inderdaad, autoriteiten is het meest belangrijkste, want zij geven sturing aan de goederen vanuit diverse landen. Ik zie ook wel dus dat zij daar echt alles aan doen om dat geregeld te krijgen.
Je ziet heel veel vliegtuigschepen vanuit, vanuit Amerika, die dus daar, vanuit daaruit met helikopters van een eiland naar de andere eiland brengen. Dus daar is wel een vorm van goedkeuring vanuit de Filipijnse autoriteiten dat ze dat doen. Okay. Alleen de middelen uiteraard binnen de Filipijnse grenzen is beperkt. En dat is dus goed dat de internationale wereld de Filipijnen helpt. Laten we even luisteren nog tot slot van dit rondje naar onze minister van Ontwikkelingssamenwerking, Lianne Ploumen. Zij is met premier Mark Rutte op bezoek geweest in China. Lianne Ploumen is nu doorgereisd naar Birma. Maar NOS-correspondent Marieke de Vries sprak haar voordat ze naar Birma ging. En de minister heeft goed nieuws voor de Filipijnen. Vorige week, eigenlijk vlak na de ramp, hebben we 2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de Verenigde Naties. We hebben een defensievliegtuig kunnen sturen met hulpgoederen van de samenwerkende hulporganisaties. En nu kan ik nog 4 miljoen extra namens de regering beschikbaar stellen. Want u weet het, het leed is echt verschrikkelijk daar. Mensen hebben huis en haard verloren, zijn eigenlijk alles kwijt. Dus er is behoefte aan alles, water, voedsel, medicijnen. Ja, in totaal dus 6 miljoen euro extra, ja. Ja. Oké, en dit bedrag van 6 miljoen, dat staat helemaal los, even voor de duidelijkheid nog, van de opbrengst van Giro 555. Dat is dus een aparte pot, die 6 miljoen van Lianne Ploumen. Dank jullie allen hier aan tafel. Dank u wel. Ja, dat is fantastisch nieuws natuurlijk van mevrouw Ploumen. Hartelijk bedankt daarvoor. Iedereen doet mee, ook hier in beeld en geluid. En ook het bedrijfsleven laat zich niet onbetuigd. Hier 2 prachtige KLM-stewardessen. Tenaar Helga Wiegand en Diane Keijman. En jullie hebben geen zak met geld bij je, zie ik. Geen geld bij ons, maar wat wij kunnen aanbieden. En wij vinden het namens KLM heel erg mooi. KLM vliegt dagelijks naar Manila, dus heeft een hele grote betrokkenheid bij de Filipijnen. En wat KLM ter beschikking stelt, is een Boeing 747... waar meer dan 100.000 kilo vracht, hulpgoederen in vervoerd kunnen worden. Is dat de grootste, Diana? Dat is de Boeing, ja? Ja, dat is de grootste. Wat fantastisch. En wanneer kan het dan daar gelijk naartoe? Zodra alles gereed is, ja. Voor vertrek. Zodra de hulporganisaties zeggen, we hebben alles bijeen en het kan. En vliegen jullie zelf ook op Manila? Absoluut. Dagelijks vliegen we naar Manila. En dat brengt ook voor extra betrokkenheid met zich mee. We kennen het land goed. En we zijn blij dat we op deze manier een steentje bij mogen dragen. Ik wil me heel goed voorstellen. Hartstikke bedankt daarvoor. Ik ga jullie wel gelijk even inwisselen voor Carolina Dijkhuizen. Die is op dit moment natuurlijk in Sister Act te zien. En Martijn Fischer in Hij gelooft in mij. En jullie komen met iets heel moois. Dat weet ik zeker. Want Stage Entertainment is de hele week al met een collectebus bij alle musicals langs geweest. Vanaf woensdag hebben we keurig na iedere voorstelling met de pet rond geweest, hè? Ja. En dat heeft geresulteerd in dit. Kijk uit, zometeen gaan we het onthullen. Maar jij bent, dat we het nog niet zien, jij bent natuurlijk ook met de collector rondgegaan. Hoe reageerden mensen op jullie? Ja, mensen willen heel graag geven. En mensen hebben dan net de voorstelling gezien. En dan zijn ze ook heel erg dankbaar voor wat wij voor hun hebben kunnen doen. En dan beseffen ze zich ook dat mensen aan de andere kant van de wereld het gewoon heel slecht op dit moment hebben. En willen dus heel graag geven. We hebben zelfs een briefje van 500 euro gehad in de collectebus. 100 euro, 50 euro. Mensen geven gewoon wat ze kunnen geven. Het was echt te gek. Ik kan me voorstellen, als jij met die Bambi-ogen ze aankijkt, dat ze dan ook meer geven. Ja, en mijn finale jurk heeft een heel laag décolleté. Ik ken hem. Ik heb alles gebruikt. Alles in de strijd gegooid. Martijn, wat heb jij in de strijd gegooid? Ja, maar ik, het is niet meer dan dat je ziet. maar... Prachtige voorstelling heb je natuurlijk gegeven. Ja, dat is waar. Daar zijn we blij mee en trots op. En inderdaad, mensen hebben al een theaterkaartje gekocht en zijn evengoed toch nog bereid om hun beurs te trekken voor de andere kant van de wereld. Nou, met dank aan ons publiek natuurlijk. Fantastisch. Laat het maar onthullen wat Stage Entertainment in totaal bij elkaar heeft gebracht. Oké, okay, nou wij hebben met het collecteren hebben we ongeveer 40.000 euro. En de firma Joop van de Ende Theaterproducties heeft dat verdubbeld. En we zijn in totaal tot een bedrag van 80.000 euro. Fantastisch! Oh, daar mogen jullie echt heel trots op zijn. Geweldig! Hij mag in de collectebus natuurlijk. Ik hoop dat hij erin past. Zo'n grote donatie.
Ruim 80.000 euro. Laat hem zo staan. Fantastisch jongens, hartstikke bedankt daarvoor. Herman, volgens mij is het wel weer tijd met zulke bedragen voor een tussenstand. Ja, ik word op dit soort uren van de avond vaker gevraagd voor tussenstandjes van het een en ander. Nou, we stonden bij het begin van de uitzending op 16,4, bijna 16,5 miljoen euro. Ik weet niet of die bedragen die je zojuist hebt gekregen er al bij zitten. Maar we gaan kijken naar een nieuwe tussenstand van vanavond. De teller gaat naar 17,3 miljoen euro. Bijna 17,4 miljoen euro. Dus er is alweer flink wat bijgekomen sinds de uitzending is begonnen, Bridget. Ja, dankjewel Herman. Fantastisch, hè? Wie had dat durven dromen dat het al nog niet eens aan het einde van de avond zo hoog is. Dankjewel daarvoor. Hoe gaat het met de reacties op social media? Rachid en Luc, wat gebeurt er allemaal op Twitter op dit moment? Iemand is best wel trending topic aan het worden. En het, natuurlijk is dat Giro 555 de hele dag al. Maar ook Treintje Oosterhuis. Is zij gul of is zij gehackt? Dat is eigenlijk de vraag die ons een beetje bezighoudt op de sociale media. Zij zegt, voor elke like op mijn sociale media betaal ik 1 euro. Nou, op Facebook heeft ze bij dat bericht al tienduizenden likes. Ze heeft tienduizenden volgers op Twitter. Hè. Ze heeft het over de likes op al haar social media. En ze heeft duizenden likes op haar fanpagina. Zoals iemand al zegt, Treintje gaat gewoon failliet aan Giro 555 zometeen. Of heeft iemand misschien haar wachtwoord weten te achterhalen? We proberen Treintje te bellen, dat is nog niet gelukt. Maar er is hier wel iets opmerkelijks aan de hand. Ja, hiernaast zitten allemaal BN'ers in dat BN'ers belteam. Jan Slachter bijvoorbeeld zit er echt al de hele dag. En Jeroen Stompos die is ook aan het bellen geslagen. En hij zegt, eerste bellen valt toch allemaal dood. Nou ja, goed begin, halve werk. Mona Keijzer van het CDA was er ook. Die zegt, spreek ik nu met een BN'er? Ik antwoord, dat valt denk ik wel een beetje tegen. En die kreeg een ophanger. Maar Andries Knevel heeft er ook 2 uur lang gezeten. En heeft alleen maar onafgebroken telefoontjes gehad. Maar niet iedereen doneert. Er zijn eigenlijk 2 categorieën aan mensen die niet doneren aan Giro 555. Sommige mensen kunnen het geld gewoon echt niet missen. En andere mensen die hebben het eigenlijk over die befaamde strijkstok waar geld aan blijft hangen. Ook al weet misschien niet iedereen precies wat een strijkstok is en waar nou dat gezegde vandaan komt. Maar er zijn dus gewoon mensen die denken dat niet al dat geld aankomt bij de mensen op de Filipijnen die het nodig hebben. Dat zijn belangrijke vragen om straks nog aan tafel te stellen. Ja, en je kunt het geven aan Giro 555, daar zijn we ook heel blij mee. Maar je kunt het ook geven aan bijvoorbeeld deze dame die zegt het nieuwe nummer van Giro 555 is 89, et cetera. Waarschijnlijk haar eigen nummer. En DJ Armando NL heeft een eigen belteam gestart en het is zijn zoontje geworden. En die zit er helemaal klaar voor. En dan zijn er ook nog beroemdheden buiten Nederland die aandacht willen vragen voor de slachtoffers op de Filipijnen. Als je social media zegt, dan zeg je Justin Bieber. En die heeft iets van graffiti gemaakt. Het is net zo mooi als zijn muziek. Toch? Ja, ziet er goed uit. En ook die andere grote jongensband, One Direction. Die doen mee aan een grote televisiemarathon in Groot-Brittannië. Begonnen met een tweet en deed daarna nog een oproep. Bel alsjeblieft en doneer. Zoals je dat hier ook in Nederland kunt doen. Er zijn nog meer mensen die proberen hun eigen actie te creëren. Jonica Smeet zegt bijvoorbeeld, ludiek idee voor Giro 555. Bieden op BN'en zodat ze een jaar lang niet op tv komen. Ik begin met 100 euro voor Prem. En dan tot slot is een hele rare. Deze buttplug is aangeboden. Ja, je kunt erop bieden. Ja, er zijn ook wat minder vrolijke zaken. Er worden bijvoorbeeld nog steeds 10 Nederlanders vermist op de Filipijnen. Ja, van de 69-jarige Rinus Hieslaar uit Diemen is zeker dat hij de tyfoon niet heeft overleefd. Hij was met 4 vrienden op duikvakantie en overleed nadat de boot waar hij in zat kapseisde. Zijn vrienden vertellen over deze dramatische gebeurtenis ter nagedachtenis aan Rinus. We wisten van tevoren dat er een storm zou komen. We hebben ons in veiligheid gebracht. Maar dit is onvoorzien en ook niet tegen te vechten. Blijven we aan boord of gaan we aan land? Uiteindelijk is Rinus aan boord gebleven. Dat vond hij beter. Dat is Rinus. En als je tegen Rinus zegt nee, dan doet hij het ook niet hoor. Rinus is nee, is nee. Gaan jullie nou maar lekker? Ik zit hier prima. Dat zei hij. Hij was goed verankerd, de boot. De motoren stonden nog wat bij, dat hij dus niet te veel kracht had aan de verankering. Dus dat ging prima. En de volgende ochtend rond een uur of 5:30 is het weer licht. En beide boten waren niet meer daar. En dan ga je je afvragen. Waar zijn ze nou gebleven? En die afwachting, ja, daar ben je zeg maar 3 dagen haast mee bezig.
een van de vissers van het eiland. Die kwam ons vertellen van we hebben iemand gevonden en het lijkt op een buitenlander. En dan wordt je vriend en je duikmaat, die wordt dan aan wal gebracht. En dan denk je, ja jongens, dit is het. Ja, dat klokje wat hij om had en zo. Ja, we zagen dat gelijk. Ja, dat is heel verschrikkelijk. Ja. Dit overkomt je en je hebt gewoon geluk als je het na kunt vertellen. Ja, zo te zien wordt er nog steeds fanatiek gebeld. U kunt natuurlijk ook doneren, heel graag zelfs via 0800 11 12. Ik zit hier naast Erwin Wennemars, die betrekkelijk stil is. Ja, ik ben bezig. Erwin, hoe gaat het daar? Nou, gaat heel erg goed, ja. Het loopt maar door. Ja? Ja. Vinden ze het leuk dat ze jou nog aan de telefoon krijgen? Of ja, is dat, nou, soms, nou, ze bellen niet van mij, hè. Ze bellen ervoor om geld te doneren. Dus ik ben met name heel druk, ik houd het kort. Wat zijn de verhalen die jou ter oren komen? Nou, het zijn allemaal verschillende verhalen. Het was net een mevrouw die zei, ik kan het eigenlijk helemaal niet missen, maar ik wil toch wat overmaken. En die maakte 10 euro over, maar daarna kreeg ik meteen een vrouw aan de telefoon en die zei van, ik heb het gewoon heel erg goed. En omdat ik het juist zo goed heb, wil ik gewoon 1000 euro overmaken. Dus ik had echt twee compleet verschillende verhalen. Wat raakt jou zelf eigenlijk? Nou, als je de beelden ziet, dat vind ik natuurlijk, ja, ik zit even, haal hem even af. De beelden die zijn natuurlijk gewoon verschrikkelijk. En dan denk je hoe goed wij het hier allemaal hebben. En die mensen hebben op dit moment helemaal niks. Dus al het geld is gewoon echt van harte welkom. Goed, ga verder. Ik hou je niet af. Ja. Ik wil nog even naar iemand die helemaal aan de andere kant zit. Een collega van RTL 7, Wilfred Gené. Ik ren naar hem toe. Want Wilfred Gené is toch ook zo'n man die nou niet per se in warmte iedereen omhelst. Wilfred, hoe gaat het hier? Dat gaat hier goed. Ik heb je zojuist even aan de lijn. Maar haar voorletters zijn JA. We gaan gelijk door. Uw achternaam? Meeuwers. Geen familie van, toch? Nee, echt niet? Hij kan goed zingen, die Guus. Ja, wat is uw favoriete nummer? Kijk, zo hou je natuurlijk de boel wel heel erg op, hè? Als je de discografie door gaat nemen. Ik moet uw postcode vragen. Vraag of ze heel even 15 seconden blijft wachten. Oh, mevrouw Meeuwers, ik moet even vragen. Want ik heb Jeroen Pauw naast me zitten, heel serieus kijkend. Dus ja, ik moet even... Maar blijft u hangen, hè? Ja. Niet weggaan. Oké, ze blijft hangen. Wat zijn de verhalen die bij jou binnenkomen, Wilfred? Nou, wat ik wel een opmerkelijk verhaal vond, was een meneer in Zwolle die kraanwater verkocht heeft voor het station. En daar aan studenten heel veel is kwijtgeraakt. En daar 2844 euro mee opgehaald heeft. Kijk. Met kraanwater. Juist. Dat is knap, hè? Ja. Ja. Wat brengt jou zelf hier? Volgens mij zijn we bezig met een actie. Nee, ik vind daar wat je wat kan doen, dan moet je komen, vind ik altijd. En toevallig zei ik net tegen iemand, stel dat aan de andere kant van de wereld, dat wij hier een ramp zouden hebben, en aan de andere kant van de wereld zouden ze niks doen. Dat zou ik wel heel jammer vinden. Dus probeer met z'n allen deze wereld een beetje draaiende te houden eigenlijk. Mevrouw Meeuwers wacht al heel lang, hè? Ja. Nou, ze heeft geen favoriet nummer. Ga maar naar daartoe. Ja. Bridget, hoe is het bij jou eigenlijk? Nou, het is hier hartstikke druk. Ik kan amper ergens tussendoor komen. Maar ik heb Jaap Jongbloed even bereid gevonden om te vertellen waarom jij hier eigenlijk zit. Heb je ook een persoonlijke band met de Filipijnen? Nou, ik ben er één keer geweest. Het is een groot woord om te zeggen dat ik het ken. Maar ik ben er één keer geweest voor het Lilianenfonds. Voor gehandicapte kinderen dus. En dat heeft wel tot een soort band geleid. Ik heb bijvoorbeeld vanmorgen Facebook contact gehad met een... gehandicapt meisje daar, een studente die in Manila woont, dus die gelukkig niet getroffen is, maar die op dit moment bezig is met zelf daar actie te voeren voor al die mensen. Ze zijn helemaal stuk. Zij ook. En die gaan dus zelf actie voeren voor familieleden en andere mensen die getroffen zijn in de gebieden waar het zo vreselijk heeft huisgehouden. Dus ik vind het, als die mensen zelf al zo enorm geraakt zijn door wat daar gebeurd is op de andere delen van de Filipijnen, dan vind ik dat wij echt... ons wel een beetje uit mag sloven, ja. Als rijk Westland moeten wij dat natuurlijk zeker doen in het Westen, absoluut. Ga snel weer bellen, want je mist allemaal donaties op dit moment. Joris, ik kruip even over deze muur heen, als dat kan. Ik zag Pauw dat net doen, dat ging heel makkelijk. Dat gaat bij mij heel anders. Zeg, hi. Hallo. Krijg je goede donaties binnen? Ik krijg hele goede donaties en ook hele mooie verhalen, moet ik zeggen. Ik had net een man die zegt, ik heb de hele week enorm geleden. Want ik heb al mijn tanden en kiezen laten trekken voor een nieuw gebit. 31 elementen, dus ik heb ook 31 euro om over te maken. Dat vond ik wel een originele. Wel pijnlijk. Ja, hij sprak ook heel... Hij was moeilijk te verstaan. Dus hij had allemaal uitgelegd, maar het was 31 euro. Nou, ga snel door, want Jaap kijkt nu wel heel lang naar mijn achterwerk. Dat is ook niet helemaal de bedoeling. Wij gaan lekker naar het Showcafé in Amsterdam. Want op dit moment worden daar Pilsjes Plus gedronken. Je betaalt voor een biertje, maar daarbovenop nog eens 2,50 extra. Allemaal natuurlijk voor Giro 555. Drinken voor het goede doel. Nou, volgens mij zijn er erge dingen. Bo staat die bierpomp wagenwijd open.
Ja, en Bridget, we zitten hier nog in het showcafé Barpel in de Regierstwarstraat. Hallo. We drinken hier een beetje voor het goede doel. Het is misschien een harde overgang vanuit jullie, maar we gaan hartstikke goed. Betty, we hebben al bijna, heb ik gehoord, met de veiling erbij, bijna 28.000 euro opgehaald. Waar, wat geweldig. Ik ben echt heel erg blij mee. En jij hebt zo hard meegewerkt, want jij was al heel vroeg bezig met de wc's, hè? Ja, dat is mijn specialiteit, hè. Sinds ik mijn real life show op de Fosse deed, sta ik in Nederland al bekend om het schoonmaken van de badkamer, maar dan met de toiletborstel. Ja. Ik heb nieuws voor jullie. Ik heb vandaag de toilet in de kroeg schoongemaakt met een afwasborstel, maar ze waren wel schoon. Hey, en Betty, heb jij het verhaal al gehoord van Treintje Oosterhuis? Nee. Nou, die heeft gezegd hoeveel mensen, als iedereen die mij liked, daar ga ik 1 euro voor betalen. Hoeveel mensen denk je dat haar geliked hebben, haar Facebook-site? Oeh, dat zou wel eens een... Hoeveel denk je? Een grote spaarrekeningactie kunnen zijn. 150.000 mensen. Niet waar. Echt waar. Het gaat de goede kant op met deze actie. Nou, maar gaat ze dat echt betalen? Ik weet het niet, dat gaan we allemaal nog zien. Nou, we zitten hier met z'n allen, jongens, alle showcollega's, met Kees en we zitten met Janice en Koos. Het is ongelooflijk gezellig. We gaan nog even dansen, Bridget. Zometeen komen we terug met het eindbedrag. Wij zijn maar een klein steentje, maar alle steentjes helpen. Naar jou. Ja, u zag haar al eerder aan tafel met Jeroen en Umberto. Sistine Carillon. Ze kan naast acteren namelijk schitterend zingen. En ze wordt hier vanavond begeleid door niet de minsten. Hier zijn Sistine Carillon en het Metropoolorkest onder leiding van Daniel Jameson met het nummer Anak. Gabi na pupuyat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo. At sa umaga na may kalong ka ng iyong mama, tuwang-tuwa sa iyo.
Ja, het is een iets wat heftige overgang. Want iedereen is hier zeer ontroerd door dit mooie nummer. Want het is prachtig gezongen ook. Maar we proberen nou eenmaal op allerlei manieren geld binnen te halen. En dat doen we ook door bijvoorbeeld het pak van Jan Smit gewoon te veilen. En de crossfiet van Ben Sanders. En heel bekend Nederland heeft zoveel mogelijk persoonlijke spullen verzameld om hier te laten veilen voor Giro 555. In Show Vandaag was het een komen en gaan van BN'ers. Ik heb dit ingezet, ik heb hem zelf ook aan. Dit is een limited edition. Het leuke eraan is dat Britney Spears hem ook heeft gedragen. Nou, ik heb drie keer twee kaartjes voor Baantje in het theater. Ik heb een nieuwe beste vriendin. Ja, ze heet Chloe. Chloe Kardashian. En ja, dus heeft een jurk gedoneerd. Ik heb vier kaarten voor Flashdance. En er zit een rondleiding bij. Ik leid ze persoonlijk rond. Ik had natuurlijk in een vlaag van op me gezegd, ik neem een joggingbroek, stel ik beschikbaar. Zo'n goede tijd een slechte joggingbroek. Een business workout geef ik weg. Dat is een training, daar kan je met je bedrijf langskomen. Dit is een echte BMX. Wie is die? Van Ben Sanders. We willen heel graag een soort uitgebreide meet and greet. Dat wij gewoon een dag iemand opvangen bij ons in de studio. Ik geef al heel lang les bij de Frank Sanders Musical Academy. Dan krijg je een uur lang gewoon helemaal les van mij over de kneepjes van het vak. Zeg maar. Bieden. Ja, en hier aan tafel gaan we verder praten over die veiling. Want allemaal, iedereen hier heeft iets aan te bieden. Bijvoorbeeld Jeroen van den Boom. De topper, zeg ik maar meteen erbij. Ja, ik zit hier ook mede namens mijn collega's René Vroger en Gerard Joling. Er zijn in de arena natuurlijk altijd heel veel kaarten beschikbaar. Maar er zijn altijd een aantal kaarten die niet beschikbaar zijn, die niet te koop zijn. En daar krijgen wij veel vragen over. Van, ja, we willen... En eigenlijk is het lastig, want dat zijn de plekken van de koning en de koningin. Dat is de koninklijke loge. Die zijn niet te koop. En toen dachten wij, weet je wat, wat maakt ons het uit? We gaan mensen ophalen met een limousine. Ze krijgen een rondleiding, een meet and greet met ons erbij. En we geven die hele belangrijke koninklijke loge plekken, die twee, die geven we weg. Die zijn twee kaarten? Twee kaarten op de koninklijke loge bij 10-jarige toppers 2014. Het wordt een bijzonder evenement, maar wij vinden het heel goed om dit te doen. Want als je ziet hoeveel mensen hier al zitten, dat zijn 68.000 mensen, dan is het toch ongelooflijk niet te bevatten dat alleen al las ik 5,4 miljoen kindjes geen drinkwater hebben. Dat is, ik krijg het als ik het over heb als vader, en dat zullen we allemaal hebben, kippenvel van. Dit is de immense grootte. Dan denk ik, wat is dit groot? Maar dat is nog zoveel groter. Wat is startbod? Nou, zulke plekken daar in dat prachtige koninklijke loge met alles erop en eraan, dat jij het daar goed hebt en die mensen niet, moeten ze minimaal beginnen op €1200. €1200, mooi. Is genoteerd. Xander de Buissonnier, kan je daar nog overheen? Nou, wellicht is dat niet heel belangrijk, maar nou ja, zoveel mogelijk wel banen. In dat kader, ik presenteer de Vrienden van Amstel live en we hebben ook zeg maar vier vrienden nodig weer uit en die kunnen echt het heiligdom der heiligdommen gaan betreden. Die lopen gewoon backstage, ik begeleid ze, dus tussen alle artiesten. En daar lopen heel veel artiesten. Heel veel artiesten, daar staan ze ook tussen en ze krijgen ook een volledig VIP arrangement. Dus het is parkeren, dineren en een plaats op het VIP deck, dan sta je ook echt tussen de optredens in. Ja, dus het is een prachtig evenement om mee te maken. En dit zijn echt ook kaarten die nooit zijn weggegeven. Wie gaan er optreden? Weet je dat al? Ben je Vrienden van Amstel? Of is dat nog niet bekend? Ongelooflijk veel. Guus Meeuwis, Raccoon, maar in ieder geval een hele hoop bands. En het is ook zo leuk. Er is altijd kruisbestuiving. Iedereen speelt met elkaar. Het is echt de grootste kroeg van Nederland. Hele leuke avond. Maar heel belangrijk natuurlijk dat er op geboden kan worden. Hoeveel kaarten? Het zijn vier, dus met vier vrienden. Vier vrienden. Heen. En je wordt echt volledig in de watten gelegd. Hoeveel minstens? Nou, ik vind, ik ga niet over de koninklijke loge heen. Hè? De koning. Laten we beginnen op 960 euro. Net onder de 1000 euro. Maar je moet natuurlijk het geboden altijd worden. Altijd meer. En jij vindt dit eigenlijk nog niet genoeg. Want jij gaat zelf binnenkort ook nog optreden tijdens de Libellenweken. En daar wil je ook iets mee doen. Ja, nou ja, we hadden al staan. Dat optreden staat in het teken van vriendschap. En mensen konden verhalen over een vriendschap die voor hun belangrijk was insturen. En aan de hand van die verhalen zou ik dat aan liedjes koppelend de hele avond... het zijn ze meenemen in die hele avond. En het heet eigenlijk Sander omarmd. Want toen dacht ik, als iemand omarmd moet worden, dan zijn het wel de mensen in de Filipijnen. Dus willen we eigenlijk dus samen met Libelle ook. Want die moesten daar ook mee akkoord gaan. Dus
één avond, de volledige opbrengst van dat optreden gaat naar de Filipijnen. En ja, dus als je een kaartje wil kopen, moet je gewoon naar mijn website gaan. En dan kun je een kaartje komen. Ja, dat kan natuurlijk lekker oplopen. Hartstikke goed. Tom Hofman, jij bent denk ik de enige aan tafel hier die een tyfoon van dichtbij heeft meegemaakt. 95? Ja, 1995 maakten wij een televisieserie op de Filipijnen 9 maanden lang. En precies dezelfde maand, november, raasde daar zo'n orkaan overheen. Ongeveer 1/4, denk ik, van de kracht van deze. In onze regio waar wij draaiden, alles was weggespoeld. Was bijvoorbeeld in het decor was een biljart. Nou, dat weegt ontzettend veel. Ja. 10 kilometer verderop gevonden. 200 doden ook. Ontzettend veel slachtoffers. En we hebben dat van heel dichtbij meegemaakt met crewleden, castleden. We hadden elke dag 120 man op de set. Hoe heb je geschuild toen? Waar ben je geweest? Wij zaten die avond in een heel dik, dichtgetimmerd hotel van stevig beton en hebben keihard Rolling Stones muziek gedraaid om het vooral niet te horen. Maar toen wij de volgende dag daar rondliepen met z'n allen, ook op zoek naar onze spullen en naar de mensen, toen zagen wij de beelden die de kijker nu ook op het scherm heeft. Ja, want het is en bijzonder dat er beelden van zijn, hè? Ja, het team van de ploeg was, van de stoel was toevallig daar aanwezig. Rick Velderhof. En die hebben dat natuurlijk direct ook opgenomen. We hebben toen een maand de boel stilgelegd, maar belangrijker was dat wij echt aan hun lijf hebben ondervonden hoe moeilijk het is voor die mensen op de Filipijnen om uit die ontzettende chaos weer iets op te bouwen. Dus echt vanuit het water, ja, weer waslijnen en alles droog maken en hopen dat de familie gezond blijft enzovoort. Dus ja, dat raakte mij direct toen ik dit hoorde. Wat bied jij aan? Ik bied namens crew en cast een AAA Royal VIP arrangement aan bij Dr. Tinus. Een dag, een rol met een speciaal geschreven personage. Met tekst. In het verhaal, met tekst in het verhaal van Dr. Tinus. We gaan natuurlijk eerst kijken wie het wint. En dan gaan we speciaal op die persoon iets creëren. En zorgen dat het perfect in onze gekke comedy past. En je hoeft niet te kunnen acteren. Nou, daar vinden wij een oplossing. Dat vinden wij ook niet, dus dat maakt niet uit. Maar daar vinden we dan een oplossing voor. Maar het gaat erom dat iemand uiteraard flink in de buidel wil tasten om dit te betalen. En dan vinden wij wel een prachtige Dr. Tinus oplossing. Heb je ook een startbod? Startbod beginnen we laag, omdat het daarna des te hoger kan stijgen. €150 en hupsakee omhoog met die prijs. Heel goed. €50? Ja, maar let op. Wil je graag ik zou zeggen, we mannen nu kunnen bieden hoor. Maar het begint met 150 euro sowieso. Ik ook. Ja, daar past ze wel een mouw aan, zeiden ze. Ja, dat regelt. Dat moet minimaal. Ja, maar over de rand van 2000 euro gaan. Ja, minimaal. Ja, maar kijk, we hebben dit nu op de site gezet. Het is een startbord. En nu gaat iedereen los. Lone van Roosendaal. Inmiddels is Sinterklaas in ons land. Het wordt al wat kouder, wat guurder. Maar jij zit elke zaterdagavond op SBS nog lekker in het zonnetje bij Verliefd op Ibiza. Ja. En dat heb je vast ook meegenomen voor ons. Ja, ik mag 2 keer 2 tickets aanbieden naar Ibiza via cheaptickets.nl. En nou ja, dat is natuurlijk lekker. Je moet heel even wachten. Het is nu nog een beetje koud. Ik zou er een paar maanden mee wachten. Maar ik zou zeker bieden. En komt er een vervolg op Verliefd op Ibiza? Dat weten we nog niet. Daar hopen we natuurlijk allemaal wel op. Maar als er een vervolg komt, dan is een rondleiding... Ik ga je toch even overbieden, meneer de Hofman. Een rondleiding op de set en een meet and greet met de cast. Natuurlijk onderdeel van de prijs. Dus dan zouden ze eigenlijk moeten gaan op het moment dat jullie weer gaan draaien? Nou, als we gaan draaien en je gaat vanaf april, dan zitten we daar 3 maanden. Dus dan komt het goed. Waar beginnen wij mee dan? €150 per 2 kaart. Oké. Dat moet lukken. Hey, we hebben nog 2 heren aan tafel. Ferry Doedens, Guido Spek. Goede tijden, slechte tijden. Ferry, maar met jou te beginnen. Wat is je betrokkenheid eigenlijk? Nou, ik vind het sowieso, wat er is gebeurd, is natuurlijk verschrikkelijk. En als je kan meehelpen, is het alleen maar goed. Dus daarom hebben wij ook iets ontzettend leuks. Wat hebben jullie? Guido. Nou, wij bieden aan, een beetje in het verlengen van ook een aantal andere dingen. 2 plekken in de... Als figurant. Volgens mij is het 1 plek. Ja, in de Dansatoria. Dus op de set van Goede Tijden, Slechte Tijden. In Meerdijk. Ja, in Meerdijk. En daar komen deze week 5 zangers uit Amerika. Oké. Okay. En dat, nou, we doen even een klein stukje, dan weet je wat het is. Die hebben al een rol in Goede Tijden. Die hebben al een rol in Goede Tijden. 5 tijden. Amerikaanse zangers. Oké. Okay. Ja, ja, daar gaan we. Cause we are 2 worlds apart. Backstreet Boys. In your heart. Cause I feel I want it that way. Tell me why. Ain't nothing but a hard race. Ain't nothing but a mistake. Tell me why. Ain't nothing but a hard
nou gewoon dat de Backstreet Boys naar de set van Goede Tijden Slechte Tijden komen? Met zekerheid. Wanneer dat is, mogen we niet echt vertellen natuurlijk. Het is wel deze week. Dus maar deze week. Het is kunnen week. We nu gaan bieden? Want mijn oude TMF-gevoel komt weer helemaal naar boven. Ja. Ik denk, ik wil best wel eventjes een ontmoeting. Het is dus echt voor één plek, want de deuren van Meerdijk, daar komt echt helemaal niemand binnen. Maar deze keer dus wel. Dus voor één plek. We wat moet ik bieden? Als 250 eerste. Euro. Ik daar begin. Ik bied nu 250 euro. Oké, okay, nou, hier dan aan tafel. Eerste. Gaan we erover heen? Wie gaat er overheen, jongens? Als ik weet, want zij gaat toch weer door. Ik bied 500 euro. Oké, okay. Dan gaan we nu op 500 euro. Je moet er ook heen dan, hè? Volgens mij moeten jullie deze biedingen gewoon doorvoeren naar de eisen. Maar je moet ook de mensen thuis eerst een kans geven. Dus absoluut, ja, niet, jullie zijn dichtbij, jullie kunnen makkelijk bieden. Ik vind dat jullie niet mogen bieden. De mensen thuis hebben als eerste de kans, want om die mensen gaat het en de hulp voor de Filipijnen. Als je 250 euro biedt, kan iemand 250 euro. 50 euro. Ik kan ze echt even aanraken. Ik kan wel even zo. Ja, maar je kan ze daar houden we aan. En ze raken jou ook aan. Hè? Ja, dat check nog even show.nl. We kunnen bieden tot morgenmiddag 12 uur. Prachtig allemaal waar jullie mee zijn gekomen. Hartelijk dank voor jullie steun. En we hopen natuurlijk dat het heel veel geld gaat opleveren. Dan gaan we nu even naar onze eigen Giro 555. Kuifje, razende reporter. Herman, de derde tussenstand alsjeblieft. Ja, dankjewel Bridget. Ja, we hebben nog 20 minuten te gaan ongeveer. Dan is het het einde van de show. Dan maken we de eindstand van deze avond bekend. Het is natuurlijk niet de eindstand van Giro 555, want dat loopt door. Waar waren we gebleven? Weet u het nog? 17,3, bijna 17,4 miljoen. Dat was, wat zal het zijn, 25 minuten geleden. Hoeveel is daar bijgekomen tijdens de uitzending? Laten we gaan kijken. Het was 17,3 miljoen. Het is nu 17,8 miljoen euro. Er is bijna 5 ton bijgekomen. Veel geld is en zouden we de 18 miljoen nog halen vanavond? Dat is de vraag. Ja, dat weten we nog niet natuurlijk. Maar ik praat wel met twee mensen die hulpverleners zijn. Laura Westendorp, die is net terug. Een hulpvlucht naar de Filipijnen meegemaakt. En Henri van Egen is actievoorzitter van Giro 555. Om met u te beginnen, het is een ongelofelijke hoop geld. Ja, fantastisch. Ongelooflijk spannend is het geweest vandaag. En ik vind het bedrag fantastisch. Maar wat ermee te doen? Wij kunnen daar heel veel mee doen natuurlijk. We moeten dat nu natuurlijk inventariseren. Daar zijn we ook al natuurlijk mee bezig. Ook te kijken van wat gaat er voor de noodhulp. Dus voor de eerste 6 tot 8 weken. En daarna ook voor de wederopbouw. En wederopbouw betekent gewoon dat de mensen geholpen worden om hun huis weer in elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld. En dat de kinderen weer naar school gaan. En dat er sanitatie is. En dat er een dak boven je hoofd komt. Laura Westendorp, je bent meegegaan met het vliegtuig van Defensie. Dat soort bordenvol spullen. Dat kwam daar aan. En toen? Ja, er stonden vrachtwagens klaar. En een hooglader, een speciale hooglader om alle spullen uit het vliegtuig te halen. Een hele ploeg met mensen en al die spullen die zijn eigenlijk in een razende op die vrachtwagens geladen. En ja, daarna moest het vliegtuig gauw weg om ook weer ruimte achter te laten op dat vliegveld. Maar de spullen zijn nog het laatste stukje naar het volgende eiland. Dat blijkt dan nog een enorme obstakel te zijn. Want wat was het obstakel? Kon je er niet overheen? Kon je er niet langs? Kon je er niet doorheen? Nou, het is gewoon een chaos na zo'n ramp. Dus de chauffeurs, de eigenaars van die vrachtwagens, die waren bang dat ze hun vrachtwagen nooit meer terug zouden zien. Dus uiteindelijk moesten er andere vrachtwagens komen. Daar moest het overgeladen zijn. Maar gelukkig vanmiddag zijn de eerste dekzeilen daar uitgedeeld aan mensen die dat keihard nodig hebben. De dekzeilen die dienen voor? Ja, om tenten te bouwen. Echt weer een dak boven je hoofd. Er was ook even sprake van, laatst in de krant, dat de mensen zich bedreigd voelden door eventuele corrupte mensen die dan bereid waren om met geweld al of niet die hulpgoederen in ontvangst te nemen en op een andere manier door te sluizen. Nou, onze mensen waren daar ter plekke. Die hebben ook die zending begeleid tot ook het uitdelen aan toe. Dus daar was geen sprake van. Maar ja, het is gewoon een chaos na zo'n ramp. Dus er zijn heel veel dingen die allemaal tegenzitten. Meneer Van Egen, er waren vandaag bij de internetreacties 2 dominante vragen. 1, de strijkstok. Daarover straks meer. Om te beginnen in het verlengde van wat Laura vertelt, de corruptie in het land. Die is er en daar werken we ook mee. Maar wij werken vanuit onze eigen organisatie, vanuit onze eigen regels. Regels die wij ook voor onszelf hebben opgesteld. Elke organisatie doet dat ook binnen de SAO. En dat is de manier dat wij daar werken. Ja, maar u zegt wij werken met corruptie. Wat houdt dat in? Nee, wij weten dat er corruptie is in de Filipijnen. Dat is bekend. Maar wat betekent dat in het geval van de hulpverlening? Dat betekent in de hulpverlening dat je je zaakjes heel goed op orde moet hebben.
Ja, dat lijkt me sowieso erg handig. Maar kun je daar de corruptie mee buiten de deur houden? Ja, dat kan je. Maar je moet gewoon heel strak je regels zelf intern vasthouden. En daar consequent in zijn. Dan de strijkstok. Het kwam veel langs op allerlei internetreacties en Twitter. De vraag is, welk percentage houden de hulpverleners voor zichzelf om de organisatie gaande te houden? En welk percentage gaat echt naar de slachtoffers? Nou, voor zichzelf houden ze het niet. Een organisatie moet gerund worden om dit soort werk te doen. En daar hebben we maximaal met elkaar afgesproken dat we 7% daarvan aan uitgeven. En ik denk dat de meeste bedrijven hier in Nederland weten dat 7% eigenlijk een heel laag percentage is. Dat betekent dat 93% echt daadwerkelijk gebruikt wordt voor de hulp in de Filipijnen. En dat wordt achteraf gecontroleerd? Natuurlijk, dat wordt gecontroleerd. En dat is het bij elke ramp is dat zo. Heeft u nog iets te zeggen tegen al die mensen die thuis hebben gecreëerd, hebben overgemaakt, hebben gebeld? Nou, dat ook. En ik heb natuurlijk ongelooflijk veel dank, want er zijn ontzettend veel Nederlanders die hebben meegedaan vandaag. We hebben een ongelooflijke spurt gemaakt, vanaf vorige week naar nu. Maar ik wil ook graag iedereen hier bedanken, de omroepen, zowel publiek als SBS en RTL. Radio 2 heeft een fantastische dag gedraaid. Ik heb het gehoord van veel mensen, die hebben ervan genoten ook, in de auto of thuis, om ernaar te luisteren. Ook alle BN'ers die hier zich fantastisch hebben ingezet, de muziek die hier is geweest, het actieteam die daadwerkelijk ook 7 dagen ongeveer 18 uur per dag heeft gewerkt. Fantastisch. Nou, we zijn nog niet helemaal aan het eind van de uitzending, dan weten we het definitieve bedrag. Hartelijk dank allebei. Over naar Luc en Rachid voor het overzicht van de social media. Wij volgen inderdaad de social media, Twitter. En we worden ook echt overspoeld met alleen maar hele leuke reacties. Je hebt ze ook onder in beeld kunnen meelezen, hè, alle Twitter-reacties. Zoals deze bijvoorbeeld van Paul. Die zegt trots op onze saamhorigheid in ons kikkerlandje. En ook dit meisje is heel erg blij. Ze zegt echt geweldig wat iedereen doet voor de Filipijnen. En ook @Giro555 laat veel van zich horen op Twitter. Wederom zoveel dat ze ook het afgelopen uur tijdelijk niet konden twitteren. Maar gelukkig hebben ze dat ook weer kunnen oplossen. Als je te veel tweet in een uur, dan word je geblokkeerd. Maar die blokkade is gelukkig weer opgeheven. Dus als je zat te wachten op een bedankje van Giro555 voor jouw bijdrage via sociale media, dan komt hij er alsnog aan. En ja, wat gebeurt er dan eigenlijk met dat geld? Nou, er zijn al een paar tweets over uitgestuurd. Mensen in nood zegt 10.000 gezinnen hebben kleding en dekens gekregen. Er is ook voedsel uitgedeeld. En hier is een nieuwe waterinstallatie geïnstalleerd. Was ook hard nodig. Het zal nu ongeveer wel klaar zijn in de Ziggo Dome. Het concert van Nickelback. Canadezen, vroeg naar bed waarschijnlijk. Leuke muziek wel. En zij veilen een hoop dingen. Bijvoorbeeld de gitaar van Nickelback is van zanger Chad Kroeger is gesigneerd. En voor de echte diehard fans was eerder bij Radio Veronica deze mooie blikjes bier. Zijn op de veiling te krijgen. Dus als je echt diehard fan bent van Nickelback, die mensen zijn er ook. Je kunt daar dus ook gewoon op bieden. Nou, het is voor een goed doel, hè? Laten we dat maar zeggen. Precies. Er zijn heel veel leuke reacties. Nog een paar, hoor. Michel zegt, gevalletje waar een klein land groot in kan zijn. Hij is trots. Frauke zegt, zij hebben er wat aan en ik voel me beter door de goede daad. Dus gewoon een win-win situatie. Sam Denks zegt, damn en ik maar zeuren over die proefwerkweek. Ik heb helemaal niks te klagen vergeleken met de mensen daar. Dat klopt, Sam. En Renate van Oosten zegt, mijn hart heeft mijn cynisme overwonnen. Geld gestort op #Giro555. Saskia, tot slot, zegt, wat een bedragen, Giro555. Ja, het is bijna middernacht, maar blijf toch vooral geven op Giro555 of bel 0800 1112. En wordt gebeld, zoals hier bij oud-collega van het NOS Journaal, Gijs Wanders. Gijs, als je eventjes meneer of mevrouw de heer Rekel Hos zou willen onderbreken. Ferdinand. Ja, ik moet u even onderbreken, want ik ga even met Humberto Tan in gesprek, meneer. Ik kom zo bij u terug. Misschien kunt u even meeluisteren of meekijken. Vertel, komen er goede verhalen binnen? Ja, er komen hele bijzondere verhalen binnen. Mensen die bijvoorbeeld zeggen van, nou ja, 100 euro van ons en van de kinderen ieder 5 euro uit de spaarpot. Een meneer die zei van 50 euro, spreek ik met de nieuwslezer van het NOS Journaal. Oh, dan krijgt u 100 euro van mij. Toen zei jij nee. Ik zei nee, ik ben al 8 jaar weg, maakt niet uit. U bent in elk geval betrouwbaar. Ja. En ik had een mevrouw aan de telefoon die zei van, ik heb een paar uur geleden heb ik hier naartoe gebeld en moest ik heel veel zeggen. Ik moest mijn naam opgeven, de straat waar ik woon, banknummer.
klopt dat wel? Want ik ga nu naar bed met een heel onrustig gevoel. Ja. Ik zei, mevrouw, het komt allemaal helemaal in orde. En toen vroeg ze met wie ze sprak. Ik zei van, Gees Wanders, oud nieuws lezen. Oh, zei ze, dan klopt het wel. Nou, blijft meneer Rekelhoff lastvatting nog zijn gegevens invullen. En zo wordt er ontzettend veel gebeld. Maar er werd ook bijvoorbeeld, de voetbalwereld doet zijn bijdrage. Ruben Schaken van Feyenoord was hier. Wijnaldum en Rekik waren hier van PSV. En Ajax heeft ook een bijdrage gedaan. Voor de Champions League wedstrijd Ajax-Barcelona, volgende week dinsdag is dat. Zijn er twee speciale kaartjes te krijgen. U kunt dat op bieden. U kunt dat bieden via ajax.nl. Er zijn ook prachtige andere artikelen te verkrijgen. Goed, dan meer mensen uit die voetbalwereld gaven gul vandaag. De jongens van het Nederlands elftal bijvoorbeeld. Studio Sportcollega Bert Maalderink was in Noordwijk. Net als iedereen zijn we ook heel erg geschrokken van de ramp in de Filipijnen. Als je de beelden ziet, hoe de huizen zijn verwoest, mensenlevens zijn verwoest en heel het land eigenlijk in puin ligt. En daarom willen wij als Nederlands elftal 50.000 euro doneren aan het goede doel. Wauw, wat een mooi bedrag zeg. Hartelijk dank daarvoor. Ik zit nog even naast Karin Bloem, want wat ik me zo afvraag. Ik kan me zo voorstellen in deze zware tijden dat humor ook helpt. Want volgens mij zit je de hele tijd grapjes te maken tegen al die mensen. Nee, ik vind het zo lief. Ik word net gebeld door mevrouw Helene Borgwat. Die dan zegt, doe maar 100 euro. Ik zeg, zo laat op de avond nog. Ja, zegt ze, wij wonen hier. Wij hebben het geluk dat het allemaal hier goed is. Die mensen niet, dus doe maar. Nou, dat vind ik dan geweldig. Ik hoor jou allemaal grappen en gollen maken de hele tijd. Je hebt hartstikke naar je zin. Dirty mind is a joy forever, my darling. Ja, blijf nog lekker even zitten, want je haalt veel binnen. Hey, normaal gaan BN'ers natuurlijk eigenlijk zonder moeite op de foto of delen ze handtekeningen uit. Maar dat gaat vanavond eventjes helemaal anders. Want in het showcafé kost het voor deze ene keer namelijk geld. Bo, wie zijn daar en hoe loopt de fotoshoot voor Giro 555? Ja, daar zijn we. En we zitten weer in het showcafé. We hebben allemaal geld verdiend. Elk biertje kost 2,50 euro extra. We hebben handtekeningen uitgedeeld voor 2 euro. Het gaat natuurlijk om kleine bedragen. Ook foto's uit zijn er gemaakt. Die moesten 5 euro kosten. Welke BN was het duurst? Nou, het duurste waren eigenlijk allemaal 5 euro. Maar ik moet zeggen dat Patty en Jim het heel goed hebben gedaan. Totdat Kees binnenkwam. Wie was het populairst? Nou, ik weet niet of het Jim of Patty was, maar toen Kees binnenkwam was Kees het toch wel. Kees Tol! Kom er even bij. Kees, je hebt ook al de hele dag in de belpanel gezeten. Ook nog de populairste BN'er in de house. Hoe gaat het met jou vandaag? Met mij gaat het goed. Ik heb keihard gewerkt, maar natuurlijk allemaal voor het goede doel. Ik heb 2 uur vandaag in het belpanel gezeten. Onwijs veel geld binnengehaald. Hier weer bier verkopen. Mijn gezicht verkopen om op de foto te gaan. Het gaat goed. We komen zo meteen hier bij jullie met het eindbedrag. En we zijn natuurlijk heel trots wat we allemaal hebben bereikt hebben. En ook trots op jullie. Ja, we gaan langzaam richting het einde van deze grote actiedag voor de slachtoffers van de ramp op de Filipijnen. Het is hartverwarmend om te zien hoeveel kracht de actie heeft losgemaakt. Niet alleen hier in beeld en geluid, maar overal in het land. U krijgt een overzicht. Jullie zijn goed bezig geweest. Wat hebben jullie gedaan? Een schilderijtje gemaakt voor de Filipijnen eigenlijk. Wat gaat ermee gebeuren? Geld en Filipijnen. Filipijnen. We zijn auto's aan het wassen voor een goede doel, voor de Filipijnen. Hoeveel kost het? Nou, ze mogen mensen zelf bedenken. Oh, mensen mogen zelf wat geven? Ja. Dit is wat ze nodig hebben op de Filipijnen. Zo simpel voor ons, hè? Champagnevloedjes. Om ze even aan te geven hoe kostbaar drinkwater is. Allemaal vrijwilligers, dus alles geheel belangeloos. Met elkaar de schouders eronder. En je ziet wat je dan voor elkaar krijgt. Dat is het weekend hier binnengekomen. Dit allemaal? Ja, het is werkelijk geweldig. Levensmiddelen, gereedschap aan geld. Ja, dat is echt heel mooi. Vooral in het getroffen gebied bij Cebu en Leyte, daar kom ik vandaan. Dus... daar woonden nog biologische familie, zeg maar. Ik weet eigenlijk alleen dat mijn moeder nog op Leiden woonde. Dus ja, ik hoop maar dat het goed met ze gaat. Teun, heb jij geld bij? 5 euro. Mag je 10 keekjes? Als je geld stort, dan stort je alleen geld. En dat is het dan. En dat doen al zoveel mensen. En als je, zeg maar, gewoon keekjes verkoopt, dan heb je ook nog echt gewoon het gevoel dat je ook echt nog helpt. Hoeveel flessen zijn dat? Het zijn er meer dan 3000. Wauw, wat knap. Hoe hebben jullie dat gedaan? Langs de huizen
bekende mensen en allemaal familie die, waar we van krijgen. Hoeveel is dat wel niet? 25 euro en nog wat. En hoe heeft u dat bij elkaar verzameld? Van begin, dames. Dus normaal moeten we daar koffie voor kopen met een koekje erbij. Maar nou gaat het hierin. Ja, we zijn op weg naar de bekendmaking van het Giro 555 eindbedrag op deze bijzondere avond. Maar eerst nog een prachtig optreden, een bijzonder optreden van Amerikaanse singer-songwriter. Hij brak begin dit jaar door met het nummer With You. Hier is Matt Simons, bijgestaan door niemand minder dan Nick Schilder met het indringende nummer With You. Start from, I try and impart my wisdom, a combination of truth and fear. That's the way it's always been, my father and his before him. At times we hurt the ones we love so dear. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side, on the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you through the night. It'll all my job to control you, darling, though I barely know you. Hoping you grow tired and start giving in. Spout of holy water, pour it on my only daughter. Maybe there's a shot, she'll begin again. I'll be waiting for you on the other side, on the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you through the night. It'll all be right. So it's worth. And I'm sorry, yes, I'm sorry if you never felt the love, the love, the love that you deserve. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side, on the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you through the night. It'll all be right. It'll all be right. Simons en Nick Schilder. Het is een prachtige avond. Dank iedereen voor alle donaties. Echt geweldig gedaan. Wat een fantastisch nummer om hiermee af te sluiten. Jeetje. Eventjes nog, voor de totale eindstand. Herman, we gaan zo meteen natuurlijk naar jou. Dan ga je het onthullen. Maar we moeten nog één keer eventjes naar ons eigen showcafé. Want Bo, jullie hebben natuurlijk ook een eindstand.
Nog één keer hier in het showcafé. Laten we even over de eindstand praten. Kees, wat is het geworden? Wat is het geworden? Nou, we hebben de afgelopen paar dagen natuurlijk een veiling gehad bij SBS en Shownieuws. En de opbrengst van deze kroeg zijn we over de 27.000 euro gekomen. Hartstikke mooi. We weten natuurlijk niet wat voor fantastische bedragen allemaal bij jullie zijn gevallen. Maar wij zijn heel tevreden. Die veiling gaat nog door tot morgenmiddag 12 uur. En we laten alles bekend in show vandaag. 27.000 euro. Ik ben tevreden. Is een biertje waard, toch? Precies. Stap jij er even heen. Terug naar jullie. Ja, lekker jongens, proost. Die 27.000 euro die voegen we bij het eindbedrag van vanavond. Op Giro 555 tot nu toe, alles opgeteld, nagerekend, komen we op een bedrag van, laten we even kijken naar dat grote scherm daarboven, 18,5 miljoen euro. In het land en dank ook aan alle gulgevers. En vergeet niet, je kunt ook na vanavond blijven doneren op Giro 555 en via 0800 1112. Heel veel dank en tot ziens. I'm sorry, yes, I'm sorry if you never felt the love, the love, the love that you deserve. I'll be with you, I'll be waiting for you on the other side, on the other side. And the winds that blow, they'll guide you home, get you through the night, get you through the night, it'll all